Dames en heren, wat schitterend dat jullie weer luisteren naar een spiksplinternieuwe aflevering van Lekker Spoiler. Waar we ditmaal aflevering 4 van seizoen 3, 2, 1. Dames en heren, wat schitterend dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Lekker Spoiler. Nou, deze voelde ik niet. Kan je deze even opnieuw doen dan? Tuurlijk man, maakt helemaal niet uit. Was er mis? 3, 2, 1. De 3, 2, 1 knip ik sowieso uit. Nee, dacht ik. 3, 2, 1. Dames en heren, wat schitterend dat jullie luisteren naar een spiksplinternieuwe aflevering van Lekker Spoiler. En ditmaal gaan we Game of Thrones... Ja, ik zat er nu niet lekker in, moet ik zeggen. Nee, ik zag het ook al en ik dacht van, nou, ga je deze echt gebruiken? Maar er zit heel veel druk nu op en dat vind ik vervelend, Timon. Ja, we hadden er beter niet over kunnen praten. We hadden gewoon dom moeten bluffen. Dat vind ik gewoon leuk. Kun jij anders die 3, 2, 1 doen, anders ben ik daar te veel op gefocust. 3, 2, 1, 0, go. Nee, gewoon 3, 2, 1 en dan stil zijn. 3, 2, 1. Dames en heren, wat schitterend dat jullie weer luisteren naar een nieuwe... Ja, dat is een spiksplinternieuwe. Ja, het moet een nieuwe link zo. Deze heb ik al gezien. Het is die spiksplinternieuwe. Ja, oké. Okay, nog één. Heel bewust. Dit wordt hem wel. 3, 2, 1, ah, 0. Dames en... Nee, die, niet die 0 doen. Dat is irritant, okay. Want ik denk dus al van... 3, 2, 1. Dames en heren, wat spiks... Ja, kut. Ja, nu wacht je op die 0. Hè? Moet die 0 nou wel of niet ja, doen? Ja, dat is toch wel handig. Dat is toch wel handig. Kun je die nou even doen? 3, 2, 1. Hou bij de aapje, dankjewel voor het subscriben. Je gaat niet nu op die Twitch dingen in. 3, 2, 1, 0, go. Dames en heren, wat spikt. Ja, dit klopt. Ik wou niet go, was die onverwacht aan of niet? Nee, het is gewoon, ik ben nu gewoon heel nerveus aan het worden. Want het is ook live dat we dit opnemen natuurlijk. Nee, dat is geen probleem. Misschien moeten we gewoon niet aftellen, want dan is het, ik moet gewoon op gevoel gaan. Okay. Gewoon alleen met je gevoel, niet gelijk druk voelen. Want dan kan je echt wel een minuutje duren over dat je voelt. Ja, zo. Ja, nu komt de spanning op. Dames en heren, wat leuk dat jullie weer luisteren naar een spiksplinternieuwe aflevering van Lekker Spoiler. Waar we altijd elke serie en film verpesten voor je. Ditmaal gaan we het hebben over Game of Thrones, aflevering 4 van seizoen 8. En tevens, allerlaatste seizoen. Nog maar 2 afleveringen te gaan en is het gewoon over. We hebben echt gewoon 8 jaar van ons leven hierin geïnvesteerd, Timon. Waar bouwen we naartoe? Nou, helemaal kut, helemaal niks. Dat was prachtig, joh, was het, of niet? Nou, dat gaan we vandaag even doornemen. Ik heb wat... obscure en zeer cryptische aantekeningen gedaan. Dan gaan we gewoon even doorheen. Dan gaan we de aflevering even bespreken. Dan gaan we onze ongevraagde mening geven. En daarna gaan we misschien even met de Discord, de mensen in kijk de Discord, even. Kijken hoe het loopt. Ja. Die gaan ook een mening geven en ons op die vingers tikken. Van jullie zitten er weer naast. We beginnen bij een zeer emotionele begrafenisscène. Dan denk ik toch weer van... Want na vorige aflevering zat ik een beetje doorheen. Ik keek er minder naar uit. Ik ga even vertellen, ik keek helemaal niet uit naar deze aflevering. The feel is niet langer real. The feel is niet meer real. Oké, je kent ons natuurlijk van die mensen die denken van... Hey, een Game of Thrones podcast. Wij zijn bitterkoekjes en zure lappies. En dan ben ik gewoon... Ik kom er nu ook voor uit. Nee, maar kijk... maar ik wil ook gewoon even zeggen... Het komt uit de passie vandaan. Als het geen passie voor de serie had, was ik niet boos geworden. Zo is het wel, Tim. Ja. Maar we begonnen met zo'n begrafenisscène. En dan voel ik hem toch weer. Dan dacht ik, ja, dit is toch wel mooi. Ik had er helemaal niet op gerekend. Ik dacht, ze gaan gewoon blij door met hun leven en zo zonder ergens bijna stil te staan. Even stilstaan bij die gevallen mannen die niemand kende ooit. Ja, gewoon zijn 2 nietszeggende mannen vermoord. Die gingen ze begraven. Ja, was emotioneel. Ik hoorde trouwens dat er maar de helft van de Unsullied en Peter, de helft van straks, de en dan moeten straks door okay, ja, maar ik ga nu... Ik hoorde gewoon, er is bijna niemand dood gegaan, hoorde ik verder in die aflevering. Vorige aflevering zag je echt iedereen sterven en zei, ja, iedereen is dood gegaan. Maakt nou uit dat Sam niet dood is. De rest is iedereen dood gegaan. Nee, de alle Dothraki's... Blijkbaar zijn er 50, maar 50%. Er zijn 4 draken bijgekomen, hoor 50%, ze hebben draken opnieuw gemaakt. Maar echt niemand was dood, blijkbaar. Tijd voor een feestje. Ze gingen allemaal even... Nee, niet zo snel door. Peter heeft 7 seizoen opgewonnen in Night King. En hij heeft nog niet eens 50% van die mannen vermoord. Ja, Timo, maar de vorige aflevering moeten we gewoon loslaten. We gaan door naar die nieuwe aflevering. Clean sweep. Clean slate is het meer. Clean sleeve. Een clean sleeve, ja. Ze gingen door naar gewoon een pilsie. Gewoon eventjes om die stress weg te drinken. Om, je moet ook het leven vieren uiteindelijk. Natuurlijk, leven nog. Die Khaleesi die ziet Gendry en die denkt, hé, dat is nog een character waar geen verhaal meer mee is. Waarom bestaat die nog steeds? Het is natuurlijk de zoon van, hoe heet die, koning Baratheon. Dus we moeten er iets mee doen. Maak hem maar een lord. Maar jij bent gewoon een lord. Maak hem maar een lordie. Maakt haar het ook allemaal uit, joh. Gewoon casual. Ja, joh. Dan gaan we naar de volgende scène, of een paar scènes daarna. Ik heb wat geskipt. Ja, een half uur gingen dit door. Een half uur gingen ze drinken en gezellig doen en geintjes en chill zijn. Tyrion, die praat met Bradley.
En Bradley wordt midden in het gesprek weggereden. Ja, dat was echt een raar moment. We waren gewoon aan het praten van... ik weet niet meer wat hij zei. Oh, jij wil jij wordt de champion van Winterfell. Zegt hij, oh nee, dat hoeft niet. Weet niet meer. Kom maar een gozer die pakt hem dan... rolstoeltje en rijdt hem gewoon weg midden in het gesprek. Hij zei nog gewoon aan het praten. Gelukkig gast. Kon hij zijn zin afmaken, maar ja. Het zou maar gewoon zijn. Ja. Gendry die is zo enthousiast, die vraagt Arya of hij de lady van Storm's End wil worden. Maar Arya die kan alleen quotejes van vorige seizoenen doen, dus die maakt een quotejes en die zegt nee. Jamie en de grote vrouw die zijn ontzettend verliefd, omdat het internet dat waarschijnlijk wil. Ja. Op dit punt zaten we, denk ik, 40% van de aflevering. Ja. Dacht ik, waar blijft Cersei? Ja, Cersei is wel leuk, zeg maar. Ga door. Khaleesi die vraagt aan Jon Snow om het geheimpje te bewaren. Maar Jon Snow zegt, nee, maar ik ben zo ontzettend lief. Je begrijpt niet hoe lief ik ben. Maar dat snapte ik niet. Waarom moest hij het zo nodig van zichzelf vertellen? Hij is ontzettend lief. Hij is oké. Dat was gewoon echt de reden. Hij is gewoon lief. En oké. Nee, daar heb ik gewoon respect voor dan ook. En hij wil het gewoon met zijn familie delen. Ja. Toen hadden ze... ze kwamen bij elkaar om een nieuwe aanval te plannen. Toen kwamen we dus achter inderdaad... Dus het halve leger bestaat nog... Eigenlijk, er zijn eigenlijk niet heel veel mensen gesneuveld. Zelfs die Khal Drogo-mannen leefden gewoon. Ik zag ze allemaal doodgaan. Ik zag drie paardjes terugkomen van ze. Met maar was het zo dat Dothraki ook nog leefde? Want ik weet het niet. Ik heb het niet genoteerd. Ja, jawel. Hij gaat ook gewoon een blokje. En die zet hij ook gewoon opzij, die gozer. Alsof ze nog gewoon nog genoeg mannen hadden om een blokje te zijn op het mappie. Heel Unsullied stond helemaal vooraan. Maar waren die ook allemaal neer? Sansa die zegt van... Zullen we eventjes rust nemen? Khaleesi zegt... Nee, dat wil ik niet. Even spanning, dat is even spanning. Ja, spannend hoor. Jon Snow laat weten dat hij in de kant staat van de Khaleesi. Dus het plan is erop afgaan. Dus we gaan erop af op, hoe heet het? King's Landing. Jon Snow die vertelt het geheimpje eerst even door hoor, aan de hele familie. Hij moet gewoon, omdat hij zo lief is. Dat klopt. We zagen niet hoe ze erop reageerden. Wat op zich wel, ja, het kan interessant zijn. Reaction video's zijn op zich best populair op het internet. Vind ik ook wel mooi om te zien. Maar ondertussen komt Bronn aan. Die heeft zeg maar zo'n gigantische machine. Ja, heeft hij zo'n kruisboog. Maar daarmee kun je gewoon blijkbaar in Winterfell gewoon naar binnen lopen. Gewoon naar de Hand of the King, Tyrion zeg maar. Daar kun je gewoon naar binnen lopen. Naar binnen lopen. Met een wapen kan je naar binnen lopen. Vorig seizoen, Bronn, was hij vechten in ieder geval tegen Khaleesi. En nu loopt hij met een gigantische kruis, loopt hij naar binnen door... Winterfell door het kasteel. Zoekt hij diepste pitten van het kasteel. Dan vindt hij de rechterhand van een king. En dan gaat hij gewoon, loopt hij naar binnen. Niemand heeft er gestopt. Niemand heeft gevraagd. Hey, mag je wel zijn? Nou, ging gewoon Weet je door. Wat hij gaat doen? Hij bedreigt ze ook gewoon. Hij kon ze gewoon doodschieten. Twee zeer belangrijke mannen. Ja. Daarvoor is hij betaald. Ze zeggen van... Mwah. Nee, we geven je wel iets groters. Oh, echt? Ga je dat echt doen? Weet je nog? Dat is uit het vorige seizoen. Weet je nog seizoen 2? Dat is de hele aflevering is het de hele tijd van... Weet je nog dat seizoen? Daar hebben we dit gezegd. Weet je nog dat seizoen? Daar hebben we dit gezegd. Het lijkt net alsof we alles uit hebben gedacht. Maar hij gelooft hem ook gewoon. Hij zei van, oh, is goed. Ik geloof, ik ga weer weg met mijn kruisboog door het kasteel. En loop ik weer gewoon rustig naar buiten. Dat is hij echt... heeft 2 weken gereisd, te voet. Ja. Om te vragen of hij meer mocht. En een piep ging hij weer weg. Ja. Hij vertrouwt gewoon iedereen en gaat hij weer. En hij krijgt dan gewoon, want... Een Lannister, always pays his debt. Want dat is nou eenmaal wat ze in een ander seizoen hebben gezegd. Dus waarschijnlijk krijgt hij ook nog werkelijk een rijk. Ja. Die gozer krijgt gewoon een rijk. Wat denk je ervan? Dat je zegt, ja, is goed. Je krijgt 2 keer zo groot. Hij loopt de deur uit en die Jamie zegt... Hey, guards, kunnen jullie even neersteken, die gozer? Ja, wat gewoon logisch is. Wat heel logisch is. Ja, maar ze payen wel altijd een debt. Dus misschien is het niet logisch in dat opzicht. Dus loopt hij weg met zijn kruisboog gewoon weer naar huis, joh. Dat is logisch, denk ik. Hound en Arya doen chills staan. Dus het is gewoon een casual Hound en Arya scène, denk ik. Zijn ze ook iets chills tegen elkaar toen of niet? Waarschijnlijk zaten ze daar geen tijd voor. Jawel, waarschijnlijk doen ze dat de hele tijd. Gaan ze een beetje, zeg maar, snarky naar elkaar doen. Maar ze hebben wel respect voor elkaar tegelijk. Ze mogen elkaar echt niet, maar ze mogen elkaar toch weer wel. Dat vind ik wel mooi. En die Hound zat te teasen.
Ja, ik moet toch tegen de Mountain vechten. Niemand weet meer precies waarom. Ja, maar dat gaat iemand ons zo meteen uitleggen. Waarom wil hij zo graag tegen die... Ja, is tuurlijk... het omdat het internet het wil? Is dat de enige reden dat hij het ook wil? Hij zat te scrollen. Nee, hij zat te scrollen op Twitter. En hij dacht, oh, die Clegane-ball, die wil ik wel. Ja, dat klinkt toch goed. Waarom wilde Hout hem vermoorden? Het is toch niet omdat hij zijn gezicht verbrand heeft? Ja, dat is bullshit. Want dan had hij echt heel veel jaren om hem even terug te pakken. Ja, want toen was hij in de koter was, toen was hij verbrand. Ja, oké, dat is kut voor hem. Maar later waren ze volwassen mannen en ze waren alsnog aan het samenwerken gewoon. Dus waarom heeft hij hem toen niet al 10 keer vermoord? Maar nee, hij moet eerst weggaan en nu denkt van... Ah, nu, hey, weet je wat? Ik kijk een keer in de spiegel. Hey, ik ben gewoon verbrand, what the fuck? Ik moet hem gewoon vermoorden, die gast. Het slaat net alsof hij nu boos daarom is. En daar heb ik helemaal geen zin in. En ik kijk er nu al tegenop hoe de Hound de Mountain neer gaat halen. En ik zit er doorheen, eerlijk gezegd. Ja, ik zit er doorheen. Oh, jij gaat hem ook proberen neer te halen waarschijnlijk. En Cersei. Ja. En niemand vraagt ook van, hey Arya, we gaan zeg maar nu oorlog voeren. Je bent een Ninja Assassin Creed. Wil je ons niet helpen? Je kan misschien van pas komen in het gevecht wat eraan komt. Nee, ik ga even gewoon... Gewoon chillen. Ik ben even chillen, doe je het niet erg vindt. Ja, niemand vraagt iets aan Arya, terwijl het echt... die is overpowered. Arya is overpowered, hebben we vorige aflevering gezien. Gebruik ze niet. Denk ze, moi, hebben we niet nodig meer. Ondertussen gaat Sansa Tyrion het geheimje vertellen. Yep. Iedereen weet het inmiddels. Ja. Die vertelt ook gelijk aan die glibberige gladaal. Die molman heb je het over. Ja, die molman. Hoppatee, die weet ook gewoon gelijk. Tormund en de mannen die piepen hem terug achter de wal. Had ik niet verwacht. Ik dacht, ze zijn nu aardig. Ja. Dus ze gaan overal meevechten. Dat dacht ik ook. Maar hun gevecht is gedaan. Die dat gaat gewoon piepen. Dat is gewoon goed. Ze zeggen, maar we piepen hem gewoon. Dat is gewoon logisch. En om een of andere reden... Ja. Zegt John... Maar wacht eens even. Oké. Okay. Ze waren niet met de klinklaar gaan gooien gelijk. Nee, geen klinklaar, dat weet ik me nu. Maar ze gingen bespreken, die tactieken bespreken van... En toen zeiden ze van... Oh, we hebben nog 5 ongeveer evenveel mensen als Cersei. We zijn ongeveer even sterk nu. Wat echt bullshit is. Maar die wildlings gaan ook weg. En nog steeds hebben ze even sterk leger als Cersei. Ja. Hoe gaat dat dan? Zelfs met die wildlings. Er waren ook heel veel. Dat is nou raar, man. Ze waren gewoon niet doodgaan. Ze zijn gewoon sterk. Ze zijn gewoon die sterk. Die Night King heeft echt helemaal niks gedaan. Nee, ze zijn gewoon sterk leven. Moet je ja, oké, maar dat bedenk ik me nu, ja. En John, die heeft zeg maar in seizoen 1, weet je dat nog, heeft hij zo'n super schattige hond gekregen. Een dire wolf. Ja. Echt een band mee, zo, die stuurt hij gewoon weg. Ja, hij heeft hem nog nooit aandacht gegeven. Ik vind het eigenlijk goed dat ze me eindelijk van hem afpakken, want ik wilde bij een dierbescherming bellen. Die gozer geeft dat beest nooit aandacht. Hij is zo aaibaar, zag hieruit. Hoe kan hij hem niet aaien? Het gewoon... hij deed een... Hij zei van, wie ging hij wel knuffelen? Hij ging iedereen knuffelen, behalve zijn eigen hond. Ja, die ging je niet knuffelen. Hè? Dat is echt klinkklaar. Dat was waarschijnlijk gewoon van, ja, dan moet ik dat helemaal animeren. Zei ik. Ik heb geen zin meer, hoor. Ja, dat is niet normaal. Als hij hem niet knuffelen, dacht van, wow, niet eens een eitje. Van een afstandje gaf hij zo'n knikkie omhoog. Ja. Hè? Niet een knikkie naar beneden. Nee. Dat is een respectvol knikken en een knikkie omhoog. Ja. Ja, nee. Dit is echt een no-go. Goed, Tyrion en de Molman weten nu ook het geheimpie. En opeens gaat er een draak dood. Ja. Boom. Dat was wel even een holy shit moment. De draak ging om niks, doorging op een vreemde manier dood. Opeens spannen die gozer daar weer. Maar het is gewoon, die vrouw vloog. En hoe ziet zij dan die bootjes niet staan? En opeens wordt ze verrast, terwijl ze in de lucht zit. Door pijltjes. Maar het is wel slecht geschreven. Het is gewoon klinkklaar. Het is gewoon klinkklaar. Het is mooi dat de draak in één keer doodgaat. Onverwachts vind ik gewoon mooi hoor. Kan ik waarderen. Maar waarom schrijf je het niet op een slimme... Laat ze op zijn minst achter een steentje staan opwachten. Omdat ze eerst ziet... Ja. En dan worden ze gewoon aangevallen. Precies. Nu is het echt zo uit het niks zogenaamd. Ja, het was natuurlijk voor de schokwaarde. Maar weet je wat ik klinkklaar vind? Boven alles. Draken, hè? Ja. Die hebben 100 jaren niet bestaan. Ja. Het zijn de kinderen van de Khaleesi. En het boeit, lijkt er gewoon helemaal niks te boeien. Jorah heeft er 4 afleveringen voor gehuild. Ja, ze heeft echt lang gehuild om Jorah. En ze mag Jorah, mocht ze niet eens echt. Dat weet ik niet, maar dat snap ik. Maar hoe kun je niet je eigen draak? Hoe kan het niemand... Het is zeg maar niet alleen je baby, maar ook gewoon je grootste voordeel in de hele oorlog. Dat boeit er niet echt gewoon. Ik heb het gevoel dat die schrijvers, die hebben nog nooit een huisdier gehad. Die denken, ja, een hond ga ik niet aanzetten. Ranzige draak, we moeten versmeren gaan. Hagen dit met zijn slijmige schubben. Salamanders, daar heb ik niks mee. Ja. Ja, en toen opeens brak de zeebattle los. Dat was wel intens. Iedereen opeens dood. Oh nee, niemand was dood. Nou, niemand was dood. En ze dachten, we gaan die boten neerhalen. Toen ze boten liggen, dachten ze van, we gaan ze niet afmaken. We gaan nu weer verder. Ja, want iedereen dook te water. En om een of andere reden hebben ze wel Missandei hebben ze eruit gevist. Maar die zat op dezelfde boot als dat Wurmpy. Ja, en Tyrion. Dus ik weet eigenlijk niet helemaal... Tyrion zit ook daarbij gewoon. Ik weet niet echt hoe dat is gedaan. Hoe ze haar hebben uitgevist. De rest hebben genegeerd en niet dood hebben gemaakt.
Maar het maakt in deze serie niet uit. Niet want uit, als het niet in beeld gebeurt, dan mag alles gewoon gebeuren. Ja, dan mag het gewoon. Dan pak ze echt de minst bekende vrouw. Oh, die pakken we wel. Die heeft niks te doen. Die heeft net nog die Grey Worm een romantisch momentje gehad. Ik wil eigenlijk... Wie kan hem doodmaken? Ja, ik wil Tyrion niet doodmaken, hoor. Dat is super. Dat is mijn favoriet. Missandei heeft die nog iets te doen? Niet echt. Ja, en iemand die... zei nog wel, dat vind ik wel zonde, hoor. Vind ik wel zonde. Zul dat niet doen, jongens? Khaleesi gaat King's Landing kapot maken met duizenden onschuldigen. What the fuck? Oh, Cersei laat allemaal mensen haar kasteel zeg maar binnen. Ja. Om dat als Cersei dan aanvalt. Ja, dat is een goed plan. Is goed. Als Khaleesi dan aanvalt, dan moet ze allemaal onschuldige mensen neerhalen. Dat is wel mooi. Ferris, die molman, is hashtag Team John. Hij wil Khaleesi neerhalen gewoon. Hij wil niet neerhalen, hij kiest gewoon een kant. Hij was aan het hinten. Nee, ging niet vermoorden. Wat moeten we eraan doen, zei hij. Nou, hij heeft het niet gezegd, maar hij hint er wel. En dat... Echt? Dat heb ik dan helemaal gemist. Ik dacht dat hij alleen maar zei... Ik dacht dat hij zei van... Ja, ik ga andere mensen zeggen dat we voor Team Jon Snow moeten zijn, hoor. Hij gaat er niet hoofdpersoon vermoorden, die vrouw. Volgens mij was het wel zo. Echt? Maar het was wel high risk, high reward, was het echt. Nee, hij gaat het er niet vermoorden. Hij hint er volledig, maar jij snapt zijn subtiele hint niet. Ik dacht, hij is geen bedreiging, niet. Wist ik veel dat hij persoonlijk iemand ging vermoorden. Hij wilde niet persoonlijk. Hij zei gewoon, misschien is het beter als het niet meer is. Dat we gewoon John hebben. Oké, okay, ja, maar dat snapte ik wel. Maar ik had dat niet gelijk vermoord. Ik dacht gewoon, ze gaan John Snow de champion maken. Jij bent gewoon zo'n lieve jongen. Jij denkt er niet eens. Komt niet eens in je op, weet je wel. En ik kijk de serie alsof Cersei, ik bedoel, alsof ze ooit doodgaat. Laten we eerlijk zijn. Khaleesi, die staat voor de deur bij King's Landing. Ja. En ze kunnen er makkelijk doodmaken, maar ze doen het niet. Ze staat voor de deur met 5 meter, hè, Unsullied. Alle bekendste alle mannen. Belangrijkste mensen, 5 meter voor de deur. Ja. Op de deur staan echt van die scorpions en die boogschutters. En het is echt zo van, waarom zouden ze niet schieten? Maar het kan nog gebeuren. Kan nog. Tyrion die stapt naar voren en die gaat onderhandelen. Die ziet het allemaal niet zitten, die gaat met Qyburn. Dat is mijn man. Ja, die is goed. Laat hij even praten. En die is gewoon een trouw man. Die zegt, ik kan niks voor je betekenen. Ja. Zegt Tyrion, weet je wat, ik ga met mijn zus praten. Ik kan haar laten voelen. Dat is heel slim was dit van hem. Behalve, ja, dat zou je denken, Timon. Het zou slim kunnen zijn omdat ze zeg maar familie zijn. Maar Bron, ze had net Bron heel veel betaald om hem dood te maken. Ja. Dus waarom zou Scène daarvoor, hè, zag je het er maar dat Bron hem wilde vermoorden namens Cersei. Waarom zou Cersei niet gewoon nu, zeg maar, die boodschap... Gratis. Ze mag hem gewoon gratis killen. Ja. Dat deed ze niet. Nee, dat deed ze ging niet schieten. Ja, maar ze schoot niemand. Niet... Ja, maar ze schoot niemand, dus dan gaat ze hem ook niet schieten. Dus ze gaat niet schieten op Tyrion, die ze wilde vermoorden, waar ze voor betaald heeft om te vermoorden. Die ging ze niet schieten. En ze ging gewoon niet op Khaleesi schieten om de oorlog te eindigen. Deze ook niet. En die belangrijkste mannen, groepje mannen. Die ging ze gewoon niet schieten, want dat is gewoon niet eerlijk. Ze is toch gewoon wel, ze heeft gewoon respect, Cersei, of niet? Tuurlijk. Ze heeft geen respect, want ze had de hele kerk toen opgeblazen. Daarna onthoofden ze die ene vrouw wel. We hebben het over Mr. Mountain Time. Mr. Mountain Time, die heeft zijn move, die onthoofd. Hij kwam, hè? Want ik zat net te mompelen in mijn eentje toen tijdens die aflevering. Ja, die Mountain loopt er alleen maar bij om straks neergehaald te worden door de hound. Heeft helemaal geen momentjes meer. En toen zei Timo, hoe moet je dit zien? Ja. Keek naar mijn tv'tje. Toen stapte hij naar voren, pakte hij zijn zwaard. En ik dacht even dat hij er verticaal door de midden ging hakken. Zou dat zou zo mooi zijn. Maar dat zou het gewoon de serie, zou ik weer de field terug hebben. Ja joh, ik kwam Mr. Mountain Man en toen ging je echt... Hij ging het zwaardje en dan kopje af. Ook heel alleen het kopje eraf knallen. Dat is niet wat ik wilde precies, maar... Maar de Cersei is niet aardig en ze vermoordt iemand. Maar ze ging niet Tyrion vermoorden. Of Khaleesi, maar wel maar Tyrion die is toch een favoriet en belangrijk nog, zeg maar. Nee, dan snap ik wel dat ze hem niet... Dan snap ik het wel. Dus ja. Dat was de aflevering, Timmermannetje. The feel is niet langer real. En daarom, hoe kut deze aflevering ook was... Moet je, noem hem geen bitterkoekie. Noem hem geen bitterkoekie. Ik heb hem gewoon vermaakt. Zo weinig. Had het gewoon tijd voor zijn leven, ik joh. Ik was gewoon leuk. The feel is zo niet meer real. Dat ik niet eens... Mooi. Ja, het was, ik, zat gewoon ik was gewoon vermaakt. Terwijl het zo kut was. Maar wat ik me realiseerde is... Maar dit is wel echt een slecht teken ook, hoor. Ja, dat zeker ik weet. Het is helemaal een heel kut. Slecht teken. Weet je wat het... ding is, wij verwachten te veel. Ja. Terwijl we 3 kutseizoenen hebben gehad. Ja. En nog gaan we denken, nee, nu opeens wordt het leuk. Nee, het is gewoon weg. We hebben gewoon gerealiseerd. En ik heb het gewoon losgelaten. Gewoon loslaten. Nee, het gaat niet logisch zijn. Ja, het gaat kut zijn. Ja, het gaat niet leuk zijn gewoon. Niet, helemaal niet leuk. Maar ik vermaakte hem gewoon prima. Gewoon omdat ik... Dat als je het niet, niet laat raken, zeg maar. Ja, het boeit me niet meer. Hey, verneuk die serie, maar het boeit me niet meer, heb ik nu. Maar het zeiken is toch even voor toen wel wel leuk. Ja, tuurlijk. Dus, ik heb me gewoon prima vermaakt. Maar het is ook wel weer baal als ik erover na ga denken. Nee, ik ben het. De feels niet meer real, Peter. Het doet me niet meer. Het is gewoon klaar. Weet je wat ik ga doen, Timon? Ik duik die Discord in. En ik ga even kijken wat de mensheid ervan vindt. Weet je wat? Ik open met die Herman de scherm. Nee, die Herman, joh. Hey, mannen.
Hey, mannetje. Hoor ik dat zo'n leuk vogeltje? Ah, dat vind ik mooi. Ja, ja, zeker. Heel schattig. Echt super cute. Is het zo'n pakietje, zo'n graspakietje? Of, Het is een valkpakietje, is het. Oh, dat is een leukie. Dat is een leukie. Kuifie. Oh, ja, mooi. Ja, mooi beestje. Ja. Ja, vraag me niet waarom, maar voor het eerst sinds, denk ik, een jaar of drie is voor mij de feel weer een beetje terug, juist. Terug? Ja. Wat heb jij? Wat heb jij ja. nou? Schermen? Wat is heb je nou een andere aflevering gekeken? Of, Nee, ja, ik vond het gewoon wel weer mooi. Weet je, heel die ambush op die boot, ja, dat vond ik echt, dat kleine stukje, wat duurde misschien 2 minuten, dat vond ik echt 10 keer mooier als heel die battle van vorige week. Maar het was ook wel klinkklaar, toch? Alles wat daar ook, precies, ook alles wat daar gebeurt, is ook helemaal klinkklaar. Ik werd wel klinkklaar gestuurd, een beetje. Toen zeg maar die, hoe heet het, schepen gingen neer, mensen in het water, en ineens was die Missandei weg. En hup, volgende scène stond ze met handboeitjes en zo, stond ze erin. Toen dacht ik, klinkklaar. Totdat ze toen ineens het einde toch kopje eraf. Toen vond ik het wel weer mooi. Maar, nee, maar heb je nu geaccepteerd zeg maar, dat het gewoon minder is? Of heb je gewoon nog wel de standaard van zeker. Deze seizoenen? Ik denk dat het gewoon komt dat we vorige week echt het absolute dieptepunt bereikt hebben. En dat nu gewoon... Ja, alles gewoon valt dan mee, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. En ik vond het ook mooi dat zeg maar, het tempo een beetje hoog werd. Zonder dat het te gehaast was. Dus het was van... Tempo het was... Heb je eerste half uur geskipt of niet? Van de aflevering? Ja, nee, oké. Okay, behalve het eerste half uur. Oké, okay, voor de rest het wel vanaf snel. Vanaf het moment dat je dood hebt. Maar als Cersei komt, lijkt dat het snel gaat. Omdat het daadwerkelijk leuk is. Dan weet wordt je het wel. Wel leuk. Als er één iemand is die jou agressief kan maken, Timon, is het Malambar. Ja, meer omdat ik hem niet versta, die gozer. Ja, ik heb een World of Mensen geopend om tijdens dat jullie aan het praten waren, waar notities te nemen. Notities? Ja, ik doe ook mijn huiswerk. En een paar dingen van Bran. Ja, de reden ja, dat hij er binnen kwam, ik denk ook niet dat de bewaking zo super top is op het moment. Vlak gaat na hij, hoor. Zoiets. En ook, Timo. Bewaking? Wat in Bart? Die komt wat niet binnen. Wat was er met bewaking? Ja, maar je zegt van, oh, ik denk dat bewaking gewoon niet zo top was. Punt. Daarom is het wel goed. Bewaking was gewoon, denk je niet gewoon... De hele Unsullied zit nog in die Winterfell op dat moment. Dat zijn niet bewakers. Je weet ook niet waar Bron eruit ziet. Het kan gewoon een of andere man zijn. Hij kwam met een kruisboog. Maar wat? Nee, volgens mij hebben we hem nog niet uit laten spreken, okay, toch? Oké. Hoeveel mensen weten wie dat Bron is? Het kan toch een of andere random Northerner zijn geweest die ook op de veldslag was? Maar hij heeft een kruisboog. Is wij, en dan, dat is toch een kasteel. Mensen hebben toch wapens vast? Maar wacht. Dus als jij er aankomt buiten Winterfell, dan staat de deur al gewoon open voor iedereen. Ja, ze mensen zijn niet bang voor spionnen of assassins. We zijn er volgens mij niet zo super mee bezig. Ik heb ook geen defensie-dienst gezien dat ze ermee bezig zijn. Maar oké, dat was een heel klein puntje. Niet verder over uitweiden. Nee, maar ik... Malabar, normaal ben je zo scherp, maar... Je bent het spoor vorig seizoen ging... Bran stond de hele tijd naast Jamie, de hele tijd. Dus gewoon de hele tijd stond hij naast hem. Iedereen weet dat hij bij Team Lannister hoort. Timo, ik zal je nog iets beters vertellen. Oké, in het begin werd het... Kerkte gevestigd van hij heeft geen alliances, het boeit hem niet, hij doet alles voor geld. Maar dat was hij al helemaal kwijt vorig seizoen toen hij zijn leven opofferde voor een draak. Voor Jamie! Ja, voor Jamie. En nu opeens is hij weer terug naar ik doe alles voor geld opeens. Laat me uitspreken over dit, oké? Waarom hij Jamie heeft gered, is omdat zonder Jamie valt zijn belofte weg en zonder Jamie krijgt hij geen beloning. Oké, dat vind ik goeie. Bart, die heb je gewoon te pakken. Als dat waar is, als dat klopt, hij zegt zeg maar, hij had hem toen gered, omdat Jamie hem een beloning had beloofd. Dus als Jamie dood was, dan kon hij de beloning niet uitbetalen. Ja, Missandei is gevangen genomen omdat ze op een reddingsbootje is gestapt. Hey, get on the skiff, Missandei, en daarom is ze niet gewoon aan het ronddobberen, maar echt in een klein bootje. En zo is ze waarschijnlijk gevangen genomen geweest, en daarom niet maar de rest. Bart, waarom is die andere niet gevangen genomen? Die gewoon wegzwemmen 1 meter van hun boot. Ze is goed in zwemmen, snel. Zijn ze snel, zeg maar? Konden ze niet bij ons? Seizoen 2. Waren ze sneller dan die boten? Waarom gebruiken ze dan boten, zeg maar? Seizoen 2, toen zei Tyrion... Ze noemen me het dolfijntje, weet je onder nog? Onder water ben ik sneller, zei hij ook nog. Deed hij nog. Weet je, dat quote niet ja, meer ken ik. Maar was hij onder water, was hij sneller toch ook? Ja, onder water was hij sneller dan boven water.
Ja, met die schepen, ja, ze waren om de hoek aan het wachten, want je zag eerst een shot dat ze er niet waren en dan... Ja. Bart, ik ben helemaal klaar met je. Bart, ik ga gewoon zeggen, ik ben klaar. Je kan het, zeg maar, we kunnen dit gewoon niet goed praten. Het is gewoon kloten en we moeten er gewoon ja, mee verder leven. Ja, ik weet, maar ik ben gewoon logisch om te redeneren hoe het gebeurd is. Ja, maar je probeert... Nee, je bent aan het om... Je bent aan lullen. Slap aan lullen, nee, Bart. Het is een beetje... Klinkt klaar, maar ik probeer gewoon te redeneren hoe het logisch is... Terwijl ze het zelfs niet al te zien. Nee, maar gewoon eerlijk tegen jezelf. Nee, zo. Je het is gewoon niet meer logisch. Het is gewoon slecht geschreven en er moet gewoon meer leren leven. Het is nou eenmaal zo. Dat is gewoon zo. Zo kun je het ook zien. En Daenerys is toch al duidelijk heel opzet over haar draak. Ze ging bijna een suicide dive doen op die scorpions. Omdat ze boos was en op het laatste moment dacht ze... Ja, nee, dit is het niet waar. Oh nee, laatste moment dacht ze, nee, ik ga alle pijlen ontwijken. Ja, en toen ging ze terug. Ja, toen kon ze net zo goed doorgaan en ze vermoorden. Maar toen dacht ze, nee, ik heb ze ontweken en nu ga ik weg. Het is gewoon helemaal klote, deze. Ik ga bijna niet dom. Ik was net nog blij, hè? Ik heb je nog nooit zo vrolijk gezien. Het is gewoon dat mensen nu gaan proberen iets te zoeken, waardoor het alsof het wel slim was allemaal. Maar maak je niet druk. Weet je wie ons er altijd bovenop brengt? Nou. Miert. Hey jongens, ik sta echt in de bus nu, dus ik hoop dat ik niet spoil voor mijn medereizigers. Zal ik dat eens doen? Nou ja, kijk, weet je wat het ding is? Ik heb gewoon als referentiekader nu dat ene... Zo, hoe gaat het wel goed daar? Ja. Ik heb nu gewoon als referentiekader de ene hele slechte aflevering van vorig seizoen. Ja. En in vergelijking daarmee is gewoon alles goed. Ja. Dus dat is gewoon een beetje... Ik voelde gewoon daadwerkelijk wel die schok deze keer, zeg maar. En dat is wel wat ik altijd probeer te bereiken als ik deze serie kijk, toch? Maar dus ben je gewoon nog tevreden eigenlijk? Ben je gewoon blij met jezelf? Ik ben niet heel ontevreden, dat is een beetje... Kijk, iedereen vindt het gewoon prima. Ik vind het ook gewoon prima weer, eigenlijk moet ik zeggen. Maar ik merk wel bij Mirte is wel echt de passies wel ook gewoon... Ja, geen passies uitgehaald. Sinds de laatste aflevering is het helemaal weg. Ja, maar... ja, misschien is dat wel een beetje waar. Vroeger zat er nog een vuurtje in, weet je wel. Ja, dan werden we nog uitgescholden, dan moest ik echt dingen censureren en zo. Ik heb een lappie genoemd ook nog. Wist je dat nog? Dat is niet normaal. Maar weet je wie we hier hebben, hè? Mel! Mel! Hallo. Mel, ik wil eerst iets vragen. Mel, ik wil eerst iets vragen. Jij bent toch de Game of Thrones expert all time, greatest? Zo noemen ze hem ook wel, ja. Oké, waarom wil de Hound met de Mountain vechten? Dat is toch zijn broer? Oké, is goed. Wat wilde je zeggen over de aflevering? Ja, gewoon nee, dat een eitje over dat bolletje. Dat vindt hij lekker. Die waarom mountain? Niet? Die Mountain, ja. Chinee. Hey, jongens. Heb jij nog iets toe te voegen? Want het lijkt gewoon weer zitten met iedereen op een lijn opeens. Als maar zo'n bij, dan ga ik weer die comments lezen. En dan gaan mensen weer tegen me zeggen van... Ze hebben je maar het was wel leuk. Ja, zo word ik weer een bitterkoekje. Maar als Malle Bart al een klinklaar uitdeelt... Ja. Hij zei lichtelijk klinklaar. Ik vind het helemaal kut om te horen bijna, Bart, die gozer. Bart, die is verdedigde normaal gesproken altijd. En hij heeft het zelfs heel moeilijk nu. Ja, ik merk dat. Nou ja, er was best wel veel mis met deze episode. Qua het schrijven en zo. Maar ik heb best wel genoten van het begin, hoor. Vond ik wel mooi. Gewoon lekker gezellig met elkaar. Iedereen verliefd. Ik vind begrafenis lekker... over het algemeen niet heel gezellig, maar het zal een smaak zijn. Iedereen nee, verliefd. Nee, nee. Niet dat stukje. Daarna vond ik erg mooi. Maar daarna, ja, ik werd ik wel boos. Toen het verhaal gebeurde, zeg maar. Ja, nou gewoon vooral ook op Jamie. Dat hij Brienne achterliet, vond ik niks. Oh ja, dat is ook nog zo. Heel zielig. Hij gaat weer terug naar Cersei. En denk jij, Tim, dat het een... stuur is, want hij zei eigenlijk van ik hou van die vrouw, weet je wel. Een paar afleveringen. Of denk je dat hij alleen maar teruggaat zodat hij er kan neersteken en dan worden de queens. Nee, weet nog wat ik zei? Een paar afleveringen gelucht terug zei ik van ik vind het echt onzin dat Jamie gaat helpen. Die houdt van die vrouw, weet je wel. Dat vond ik het bullshit dat hij ging helpen. Had jij de klinklaar toen uitgedeeld? Dat ik klinklaar uitgedeeld, ook echt. En nu gaat hij terug en ik zou het logisch vinden dat hij gewoon haar gaat beschermen weer. Dat zou ik gewoon logisch vinden. Dat zou ik gewoon mooi vinden, want het 7 seizoenen houdt hij van die vrouw. Daar heb ik gewoon respect voor. Maar het is Game of Thrones en het is voorspelbaar en het is kut geworden. Waarschijnlijk gaat hij er gewoon vermoorden. En dat zou ik echt, dat ga ik, dan ga ik mijn original klinklaar inleveren. Maar... Ja, ik denk dat ze tegelijk dood. Dat ze gewoon, in ieder geval... Jamie heeft ooit gezegd van dat hij dood wil gaan in de armen van degene waarvan hij houdt. Dus ik denk dat dat een soort van, misschien wel foreshadowing is of zo. Ja. En dat misschien gebeurt. Het is in ieder geval nog wel
een gevalletje wat gaat er gebeuren. Gaat hij ernaar? Nee. Gaat hij toch van haar houden? Ja, maar eigenlijk weten we allemaal donders diep van binnen. Het is deze serie, dus waarschijnlijk gaat hij de diep van binnen weten we. Maar ze is wel zwanger, dus dan kan hij eruit. Dus dan maakt zijn eigen baby ook dood. Ze deelt het heel zuur te kijken, dus waarschijnlijk is ze al lang niet meer zwanger. Ze deelt het heel zuur naar de buik te kijken. Juran gaat er even bij. Dan gaat ze weer zo zuur naar de buik kijken. Overacting, hoe kloten ze het wel niet vindt. Elke keer. Timon, jij vraagt mij altijd, hoe kan de serie terugkomen? Ja. Het is al helemaal verloren, maar hoe kan het nog terugkomen? Jij weet het altijd wel. Ik ga je er allemaal bovenop helpen. Ik hoor dat je er allemaal doorheen zit. Ja. Olifantjes. Ja. Je die even horen. Ja. Volgende aflevering. Gaat gewoon gebeuren. Ik voel het aan mijn water. Moeten we ook Mountain erop plaatsen op zo'n olifant of... Timon, dat zou ik prachtig vinden. Ja. Mountain op die olifant. We denken dan dat hij tegen de draak gaat vechten. En hij ramt gewoon het kopje eraf van het draakje met zijn zwaardje. Wat denk je daarvan? Dat vind ik prachtig, Timon. Zal ik er nog even een schepje bovenop doen? Nou? Euron. Ja. Die Greyjoys. Die hebben als logo de kraken. Ja. Dompel. Zo'n kraken in het water. Ja. Roep hem op. Ja. En dan zijn we weer 10 uit de 10. Laat hem op het land komen, de kraken, joh. Octopusmail. Oh, ja, wat mooi, joh. Dan wordt het toch gewoon geweldig, of niet? Ja, de kraken. Als je die terug laat... Nou, dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Ja. Ik heb nu gewoon weer zin in die volgende aflevering. Gewoon tegen mezelf liegen. En dan is het gewoon weer mooi. The dream. Nog 2 afleveringen, jongens. Ja. Volgende week zijn we er gewoon weer met Lekker Spoilen. Hopelijk spreken we jullie dan weer.